Hallo kijkers van Shine Sprites, op mijn nieuwe aflevering van Harry Potter WK's Werkbal. Deze aflevering gaan we in zeker 2 matches doen, misschien wel 3. En als we de 3 hebben gedaan, dat betekent dat we weer een World Cup in onze macht kunnen slepen. Ik voel me niet helemaal fit. Ik hoop dat jullie er minimaal van meekrijgen. De manier waarop jullie er mee zouden kunnen krijgen is dat er wat knipjes in zitten. Omdat ik nog heel even mijn stoel moet verlaten, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Maar verder gaan we lekker wat afleveringetjes opnemen. En jullie kunnen weer genieten van wat mooie spul. Ik ben natuurlijk groot Harry Pottering fan, zoals jullie weten. En ik ben nu voor de 6e keer zelf Harry Potter aan het doorluisteren, niet lezen. Vanwege mijn dyslexie, dat heb ik volgens mij al vaker uitgelegd. Maar ik luister nu ook voor de 3e keer alongside een podcast. Die gaat wel een stuk trager dan ik natuurlijk, omdat er 1 hoofdstuk is per week. Maar het is wel leuk, ik luister nu via de Carlin Brothers en voor velen van jullie zal dat een belletje gaan rinkelen. Want de Carlin Brothers hebben een YouTube kanaal waar ze heel veel theorieën ook bespreken. Van Harry Potter en ook zelf theorieën maken, dat maakt wel leuk. En daardoor krijg je veel meer in-depth informatie en dat vind ik alleen maar hartstikke leuk. Het is echt een aanrader voor de andere Harry Potter fans onder ons. Dit is niet het laatste Harry Potter wat jullie gaan zien op dit kanaal. Hierna komt er als het goed is ook weer een leuke Harry Potter serie. Met Rusty rondje. Dus dan blijven we lekker op de Gamecube. Dat is in ieder geval de bedoeling. Oh, oeps. Oh, stond helaas een keepering. In het mooie stadion. Lekker. Okay. Gaat nog steeds prima. Dan 50-0 voor tegen Scandinavië. Boom. Vlotse tentoonstelling. Hé, hey, kijk. Oh. Een team special move. Eerst een gewoon special move. Hoppatee. En nu een team special move. En een lekker monster ringetje. Daar houden we allemaal wel van. Tenminste, als je een coole boy bent, wel. Lekker. Hoppatee, hoppata. Boom! Dat is 10. 10-0 voor op het 1. Of 100-0 eigenlijk. Het is wel grappig, want je kan helemaal geen 5 punten halen. Dus waarom zouden ze er ooit voor kiezen om per 10 te doen? Waarom niet gewoon per 1? Maar ja, probeer jezelf alsjeblieft niet uit te leggen waarom de tennisscore loopt zoals het loopt. Met 15, 30, 40. En dan win je op Advanced. René van Meurs heeft daar een leuk cabaret stukje van gemaakt. Dus ook dat is de moeite waard om eventjes te kijken op YouTube. Gewoon René van Meurs en dan tennis. En dan kom je dan maar uit. Hij heeft wel meer een leuke stukje, maar dat vind ik echt een heel grappig stukje. Verkeerde knop. Hier, hoppatee, hoppatee. Daar gaan we weer. Weer een team special move. Ik heb het gevoel dat we in deze match iets meer op de snelheid van de eerdere niveaus zitten qua matches. En dat komt alleen maar uit. Want
Als we na match 2 nog onder de 20 minuten zitten, kunnen we mooi de laatste match ook nog even doen van dit, toernooi, zeg maar. En dan beginnen we de volgende aflevering aan het laatste Fireball toernooi. En dan gaan we weer kijken of het echt zo vermoeilijk is of dat het ook easy peasy lemon squeezy is. Of ik ben gewoon een Zragball master, dat kan natuurlijk ook, hè. Ook dat is zeer logisch als dat natuurlijk het verhaal is, dat ik gewoon een Zragball master ben. Oh, wat een vuile bitch. Ja, ja, ja. Lord Gustafsson. Oh. Lekker. En nu hebben we ook geen team special move gehad, dus dat is wel nice. Oh, dit is te snelle, toch? Ja, nice. Lekker. Een snel matchje tegen Scandinavië. Australia! Oké. Continue. Nog 2 matches te gaan. We moeten nu tegen Japan. Uit tegen Japan. Japan heeft ook een mooi stadion. Niet zo mooi als Scandinavië, maar ook mooi. Meteen maar lekker door. Dit is, de palen zijn echt veel hoger hè, bij deze. Pak hem af. Dat is niet afpakken. We staan achter boys and girls. Dat moet niet gebeuren. Meteen een beuker op mijn kop. Wow, yo, Japan is echt aan het overwinning. Dat willen we niet. Kut. Japaning. Doe nou niet. Hier, vuile bitsen. Lekker. We staan ervoor, zoals het hoort, boys and girls. Oh. Oh. Pak hem af. Pardon voor die gorenduur in de microfoon. Dit is echt goor. Nu is de combo gedeclined. Dat is zo jammer. Suzuki? Hij rijdt op een auto dan. Oh, dat was. Het overwinnen van die slurk na een special move lijkt me nooit echt balbezit op te leveren. Want ik ben bijna altijd meteen de bal weer kwijt. Hier, kijk, een combo 5 goal. Dat hadden we even nodig. Met de paas. Lekker ring. Hoppatee.
leave me alone. Oh, ze raakte me. Nee. Hoe durf je de auto te stelen? Oh, mis. Kut. Oh, oh, we doen een gewone special move. Ja, dat kan ook. Godsamme. Lekker, ik noem maar 5 goaltje. Hoe kan ze die alsnog hebben, maat? Kut. Maat. Maten en matinnen. Hoe durf je de auto te stelen? Of te slurven in dit geval. Japan is goed, maar dat was... Oeh, Japan heeft een team special. Dat is niet goed. Maar dat was de vorige wedstrijd met Australië tegen Japan ook al. Dat ze heel goed speelden. Dus misschien als hun tweede staan, dan zijn hun gewoon de beste tegenstanders in dit toernooitje. Vet team special move, eerlijk is eerlijk. Hier komt een vijfje, lekker. Nou, leave Britney alone, dankjewel. Die gaan niet goed. Ejo. Booming! Aww. Kijk, team special move. Die hadden we even nodig. Even dat balkje van die snij van hun even verminderen. Genoeg doelpunten te maken om niet van de snij afhankelijk te zijn. Dat hoeft eigenlijk niet meer, maar het wordt ook nog best lastig. Want we hebben gewoon 5 punten. Dat is echt niet normaal voor een tegenstander tegen mij. Nee, ik wijs er naar links. Wat een bejaarde bitch dit. Hey, hippo. Lekker ring. Maar weer een show goal maken. Dankjewel voor de gratis goal. Wel lekker veel goals maken, zodat het niet uitmaakt op het moment dat hun de snij vangen. Dan moet ik er nog twee, zeker twee maken en hun geen.
Oeh, dan zou het gelijk worden als hun de snijf aan. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Het zou wel zo zijn. Zag je die rozenbloemen? Hoe noem je het? Rozenbloesembomen? Echt vet in de achtergrond. Lekkering. Goed, weer een wedstrijd gewonnen. En we hebben van mijn part genoeg tijd om de laatste wedstrijd van het seizoen ook deze aflevering te doen. Good game, good game. Zekering, good game. En de laatste wedstrijd tegen Bulgarije, denk ik. Volgens mij is de laatste wedstrijd altijd tegen Bulgarije, ja. Oeh, 3 uitwedstrijden achter elkaar. Dat zou echt oneerlijk zijn als het in het echt was. Let's go. Hello there. Hello there. Who knows? Hier, er komen 4 goals in de wedstrijd mee te beginnen. Zeer pog. Zeer pogarino. Dimitrov, Ivanova. Dan pak ik zelf wel of ik de kwaffel better laat moven. Oh. We hebben een tegengoal gemaakt. Dat is not de bedoeling. Nu is bedoeling weer een lane door. Van Engels. Godsamme. Kut, waarom vliegen die anuslikkers dan niet gewoon een door? Pak de kwaffel af. Oeh. Wow. Hoe durven zij? Ze stalen niet eens een auto. En toch ben ik verschrikkelijk woedend. Lekker, kom op 6 goal. Hoppatee, hoppatee, lekker mee. Shit, sorry. Pak hem af, dank u. Oké, pak hem af, heen. Nee, dat is niet afpakking. Kom op, je kan het. Kom op, je kan het. Dankjewel. Lastige match tegen Bulgarije is niet erg. Lastige matches horen er ook bij te zitten. Bulgarije, Bulgarije, Bulgarije. En een home running. Eigenlijk niet lekker, we staan achter, dat gebeurt niet vaak. En dat willen we eigenlijk ook dat dat gaat stoppen met gebeuren. Zo zonde, dit zou gewoon combo 6 zijn, maat. Hier, bitch. Ivanova. Pak hem af. Lekker ring.
Maat. Heb je ooit van auto stelen gehoord? Hoe durf je? Oh nee. Zij hebben een team special move. Dat moet niet gebeuren. Want dan staan we weer gelijk. En we don't be liking gelijk anymore. Hier, Kees. Levski, Ivanova en Dimitrov. Dat was het, ja. Oh, oeps. Nu gaan ze hem gebruiken, denk ik. Pas als hij hem gepaast heeft. Of niet? Kijk hoe lang we een team special move hebben. We hoeven alleen maar te stalen. Ik doe gewoon de Jordi tactic. Gewoon stalen en dan komt alles goed. Ik heb nu ook een team special move. Ah, hun doen hem eerst. Oeh, ze doen hier de Spatsky schijnbeweging. En de domino. Zo maar. Eén goal, wat een lullige. Let's go. Goal maken. Dimitrov. Oh, fuck him! Blast it off! Monty steals the quaffle! She's got such great design! Hastings! Puts it in! Levski! Hoppatee! Monty! With a long pass! She knows exactly where her teammates are! Hoppatee. Jammer. Pak hem af. Maat, pak hem af. Maat. Ze dubbel trubbelen op mij, maat. Hoppatee. Bulgarije, Bulgarije. Lekkering. Oké. Nu alleen nog snaadje winnen van Victor Kruimel. Kom op. Oh, pak hem. Pak hem. Maat.
Maat, zie je dat? Is het geglitcht of zo? What the fuck? Hè? Lekkering. Lekker Australië. Ik ben trots op ons. Net als dat we trots zijn dat we de World Cup hebben gewonnen. Lekkering. It is with great pleasure that I award this year's Quidditch World Cup to Australia. Yay. Hoppatee. Lekkering. Dat was vuurwerk. Die was er vannacht ook. Want het is vandaag namelijk 1 januari. 2 Quidditch Cards. 1 en Bulgarije unlocked. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.